Lozano is natuurlijk heel snel. Super snel. Hoppakee, en het is 1-0. Wat een heerlijke actie van Lozano. Schiet hem ook makkelijk erin, hè. Hey mensen, dit is Ons Gaming en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van FIFA 18 Carrière met PSV. Het heeft een hele tijd geduurd, meer dan 2 maanden voordat ik weer eens een keer FIFA ging uploaden. Ik heb sowieso natuurlijk een periode gehad waarin ik heel weinig geüpload heb. Ik ben eigenlijk sinds 2 weken pas weer echt begonnen. En ik kreeg ook heel vaak de vraag de laatste tijd van waarom doe je geen FIFA meer? En ik ging eens even terugkijken in de statistieken en er zijn eigenlijk best wel heel veel mensen, honderden, zijn speciaal geabonneerd alleen voor FIFA op mijn kanaal. Terwijl ik eigenlijk natuurlijk vooral een Formule 1 kanaal ben. Dus ik dacht van ja, weet je wat, we moeten inderdaad gewoon doorgaan met FIFA. Het was eigenlijk ook gewoon echt een serie die ontzettend goed liep. Ontzettend veel views, ontzettend veel reacties, alles erop en aan. En het was eigenlijk ook gewoon heel leuk om te doen ook. Dus vandaag gaan we dus gewoon weer verder. We waren al best wel ver met de carrière. We zaten volgens mij in speelronde 23 zitten we inmiddels. Dus daar gaan we dus nu ook gewoon weer mee verder. Ram natuurlijk kijk op die like knop als je het leuk vindt. Blijf natuurlijk abonneren, want ik ga natuurlijk gewoon door met FIFA. En zeker zometeen als FIFA 19 uitkomt. Dat duurt nog een paar maanden. Dan gaan we natuurlijk ook weer helemaal los. En vergeet dus zeker gewoon ook niet te abonneren. We gaan dus even kijken hoe we er ook alweer voor stonden. Want het is dus 2 maanden geleden. En ik moet zelf eigenlijk eerlijk gezegd ook eventjes kijken weer hoe het nou allemaal... Ja, wat ik nou precies gedaan had deze carrière. Ik bedoel, wie waren mijn spelers? Ik wist het eigenlijk niet echt precies meer. Nou, natuurlijk, ik had Vormer gekocht, die het tot nu toe erg goed deed. Ik heb Stans gekocht voor rechtsvoor. En verder hebben we een nieuwe linksback gehaald toen uiteindelijk, Barreca. En we hebben natuurlijk een nieuwe keeper, Lafont. En er zijn natuurlijk wat spelers weggegaan. Luc de Jong was volgens mij weggegaan. Bergwijn was weggegaan en Zoet was weggegaan. Dus er waren dus best wat spelers weggegaan. Romero hebben we uiteindelijk gewoon gehaald. We hebben Hoogma nog gehaald, verdediger. En ja, we hebben dus best wel het een en ander gedaan in de transferperiodes. Dus dat is best wel tof. En als we dan kijken hoe we ervoor staan. Voor spelers staan we er best wel goed voor. Want we staan dus echt vet ver bovenaan. Hè? Dat was het gewoon. Ja, ik was het alweer vergeten. We staan echt ziek, ziek ver bovenaan. We hebben maar liefst 13 punten voorsprong op Feyenoord. Maar er moet wel bij zeggen. Feyenoord heeft 2 wedstrijden minder gespeeld. Dus mochten ze die beide winnen. Ja, dan is het gat ineens nog maar 7 punten. Maar ja, we staan zeg maar wel erg ver bovenaan. En verder valt het op dat natuurlijk NAC vrij hoog staat op de 10e plek. Sparta op de 7e plek. En Groningen op de 6e plek. Dat zijn natuurlijk wel opvallende dingen. En Ajax op de 5e plek. Dat kun je zeg maar ook wel op zijn minst opvallend noemen. Want dat is natuurlijk wel erg matig. Maar goed, we gaan lekker zelf even kijken. Tenminste, laten we eens even kijken hoe het ook alweer met mijn team zat. Eens even kijken. Waar heb ik allemaal veel goals meegemaakt en zo. Eens even kijken. We gaan gewoon even snel doorheen. Arias heb ik een goal en 3 assists gemaakt. Ijmat 2 goals zelfs al, oké. Nou, Barreca, ja. Barreca is echt een ontzettend goede linksback. Heb ik al 5 assists mee dit seizoen. Of 6 eigenlijk. Hendricks. Nou, weinig scorend vermogen van Hendricks. Rosario, Rigo. Vormer heeft natuurlijk goed gedaan. 2 goals, 2 assists in de afgelopen 4 wedstrijden. Dat is prima. Van Ginkel doet het ook wel lekker zo te zien. Ramselaar, moi. Pereiro, die heb ik natuurlijk ook nog steeds. Ja. Pereiro is eigenlijk wel een hele goede speler. En je ziet het de laatste tijd, de laatste 2 echte wedstrijden van PSV. Het is eigenlijk toch wel echt een hele goede speler. Maar hier heb ik natuurlijk, die is erg ontevreden. Maar die zal waarschijnlijk ook wel weggaan dan. Stans, ja prima. Lammers, even kijken. Locadia, ah, Locadia had ik 19 doelpunten al meegemaakt in de Eredivisie. Dat is natuurlijk wel lekker. Lozano doet het ook zeker niet slecht. Oké, nou dan zijn we weer een klein beetje bij. Dan weten we precies weer waar we mee bezig waren. Dan gaan we eens even de tijd simuleren, want wij moeten een wedstrijd gaan spelen tegen Sparta. En, oké, wat? Santiago, oké, dit was ik dus vergeten. Dat was dus iets met Arias. Ja, ik kan me nog een klein beetje herinneren. Zitten wij nou in de transferperiode dan? Nee toch, hè. Even kijken hoor, Arias... Is weg, gaat dus naar AC Milan, 18,7 miljoen, oké, dat is wel erg lekker natuurlijk. 14,5 miljoen krijgen wij daarvoor dus bij het budget bij. Transfer van Brenet is vastgelopen, dat is op zich dan niet zo erg, want als dus Arias dus weggaat, en dat is dus zo, dan hebben we wel een probleempje. Dit is wel een teleurstelling, maar Arias staat hier nog wel. Volgens mij kan hij er gewoon meedoen.
deze wedstrijd? Of zou die pas het einde van het seizoen verkocht zijn? Zou dat het zijn? Oh ja, wacht. Ik zie het nou ja. Ik las er net gewoon overheen. Wordt afgerond zodra de transferperiode begint. Dus oké, dus we hebben hem nog gewoon nog steeds, maar hij is eigenlijk alvast verkocht. Oké, nu snap ik het. Prima, dan weten we dat. Wij gaan een wedstrijd spelen uit bij Sparta. En ja, eens even kijken bij Sparta. We gaan eens even nog wat dingen wisselen eigenlijk. Lozano, Locadia. Nee, het staat eigenlijk wel redelijk zoals ik het zou willen. Ja, ik vind het prima. We gaan gewoon beginnen aan de wedstrijd. Dus even kijken hoe het staat. Hij staat op legendarisch. 5 minuten. Oké, prima. Zo moet het zijn. Zo moet het staan. We gaan beginnen uit wedstrijd bij Sparta. Daar gaan we dan beginnen tegen Sparta. Wat opvallend hoog staat dus. We staan dus op de 7e plek geloof ik. Dat is natuurlijk een stukje hoger dan dat ze in het echt staan op dit moment in de Eredivisie. Maar onder onze advocaat gaat Sparta natuurlijk wel ineens een stuk beter dan daarvoor. Kijk, dit ziet er goed uit. Oh, die bal had eigenlijk... Ja, dit is buitenspel. Volgens mij was het buitenspel, dacht ik. Maar oké, dit was wel een goede aanval trouwens. Ik dacht echt dat het buitenspel was, maar er zitten ze niet, anders was het wel gevlacht. Nou, Vormer, je hebt best wel een beetje ruimte. Vormer, ja. Oh, nee, te ver gedraaid. Dit. Ah! Het was niet eens een heel slecht schot eigenlijk. Ik denk, die komt nooit meer lekker uit. Dus kijken hoe raar die voor die bal staat. En toch nog wel een aardig schot van Vormer, hoor. Dat was echt niet zo heel slecht. Maar we beginnen in ieder geval goed. Sparta heeft tot nu toe nog weinig laten zien. Dat zal ook wel vooral tegenhouden worden, hoop ik. Hij is lekker gespeeld. Ah, ik krijg die bal niet goed mee. Er is nou niemand. Ja, daar is Lozano nog. Oeh, dat was wel een aardige kans. Lastig kopbal natuurlijk, maar we zijn lekker bezig. En Sparta komt er nu toe nog niet echt uit. Het is een klein foutje van Stens die de bal niet kan aannemen, maar we zijn tot nu toe wel behoorlijk gevaarlijk. Oké, dat was net echt de slechtste paas aller tijden. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Now Van Hinkel. Ja, heerlijke bal dit. Lozano, ja. Oh, ja, nog steeds de bal. Oké, die bal komt niet voor. Hendrik zit er nog wel tussen. Vorm is trouwens geblesseerd, zo te zien. Oké, dan moeten we wel eens even voor gaan oppassen. We moeten altijd zorgen dat die spelers niet nog erger geblesseerd raken uiteindelijk dan dat ze nou al zijn. Dit is lekker! Oh, hoppakee, wat een heerlijke goal is dit. Dat was een lekker goal. Ondanks dat Vorm dus geblesseerd is, schiet hij hem wel heel, heel erg lekker in. Het is een voorzet op Lozano, die kopt hem terug. En dan, eens even kijken, Stens. Aardig voorzet. Lozano kopt hem perfect terug. En dit is heerlijk ingeschoten van Vormer. Dat is een goede aankoop geweest, die Ruudje Vormer tot nu toe. Schiet hem ook goed in. Alleen nou is de vraag of Vormer niet echt geblesseerd is. Zo te zien, hij heeft nog steeds wel last. Gaan eens even kijken. Misschien moeten we hem toch maar, ja, we moeten hem toch eraf gaan halen, denk ik. We gaan Vormer toch maar wisselen, ondanks dat hij net gescoord heeft. Ja, eens even kijken dan. Want daar kunnen we Goedmondsen inbrengen, denk ik. Ramslaar. Nou ja, ik ga denk ik over Goedmondsen. Nou hebben we gewoon in ieder geval een talent wat erin zet. Ramslaar is natuurlijk ook nog steeds een talent. Maar ik ga toch voor Goedmondsen deze keer. Nou, voor me scoort en voor me gaat er dus meteen af. Oké, dat is al een beetje jammer. Ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Goedmondsen loopt door. Even kijken, er loopt niemand mee. Dit is buitenspel. Dat was alweer lekker gespeeld. We spelen wel echt lekker tot nu toe. Hele goede bal van Stens op Lozano. En daar loopt Goedmondsen. Meegeven. Dit is weer lekker gespeeld. Wat zijn we toch goed bezig. Wat echt een counterploeg 2.0 zijn we. Van Ginkel scoort. Nou, dat is toch ook mooi. Die heeft ook wel een paar doelpuntjes dit seizoen gemaakt al. Maar dit was alweer een heerlijke aanval zeg. Lozano legt hem goed terug. Goedmondsen tikt hem nog even breed. Had misschien ook zelf kunnen schieten, maar ja, zo wisten we bijna zeker dat hij eigenlijk al dat hij erin zou gaan. Maar hij gaat door de benen van de keeper heen, ja, hoppa. Oké, dat is helemaal lekker. Nou, in ieder geval 2-0. Van Ginkel en Vorm tot nu toe dus een doelpunt gemaakt. Hier worden we dus even weggetikt door Sparta. En Lafont moet eigenlijk voor het eerst in actie komen. Dat, na 38 minuten dus pas.
Moeten ervoor pletten, want we hebben nog een corner. We staan nog steeds onder druk. We komen nou even niet weg. Ja, kijk, en dan is het meteen ook raken. Dus als je op wat hoger niveau met FIFA speelt, dan heb je dus van die momenten dat het zomaar... Ja, dat je de bal gewoon niet wegkrijgt. En dat dan, dan voel je gewoon dat de tegenstander moet scoren. Het is in ieder geval 2-1. En er is nog weinig aan de hand. Maar goed, moet natuurlijk al oppassen. Slecht weggewerkt. Ja, hier staat die speler helemaal vrij. Ik weet niet precies wie het is, maar... Goodwin, oké. Okay. Nou goed, zijn derde doelpunt van het seizoen. Ja, dat was slecht verdedigd. Kan niks anders van zeggen. Goed, we moeten even zorgen dat we de rust bewaren. Dat we zonder problemen eigenlijk verder als de tweede de rust te gaan, laat ik zo zeggen. 1. Dat viel op net goed. Wie is het eigenlijk? Hendricks. Oké, okay, die heeft niet zoveel gescoord dit seizoen. We hebben dus een corner die precies goed valt. En dan staat het dus 3-1. Het is eigenlijk ook wel makkelijk als we zo in de Eredivisie spelen. Misschien moeten we een keer een carrière gaan doen met een buitenlands team of zo, zeg maar. In de Spaanse league of Engelse league of Italiaanse league. En dan zeg maar met een subtopploeg gaan proberen te kampioen te worden. Want als je met PSV, Ajax of Feyenoord in de Eredivisie speelt, dan word je bijna altijd wel kampioen in FIFA. Nou ja. Derde doelpunt van Hendricks. We staan 3-1 voor. Het wordt waarschijnlijk een flinke doelpuntrijke uitslag zo. Top. We hebben eigenlijk Locadia weinig gezien de eerste helft. Heeft ook amper de bal gehad volgens mij. We staan wel 3-1 voor dankzij goals van Ginkel, Volmert en Hendricks. Dus het complete middenveld heeft al gescoord. Hebben wij reden om te gaan wisselen? Nou eigenlijk niet. Stenspenter speelt goed. Lozano ook weinig gezien. Locadia weinig gezien. Maar we gaan nog eventjes niet wisselen. We gaan eens even kijken. Ik denk dat ik zo meteen wel Hoogma ga inbrengen voor Easymat. Want ik zie dat hij een beetje moe is. Wat beter te verdedigen in de tweede helft. Er komt nu toe nog niet echt alleen. Het is een hele slechte bal van Arias. Maar Sparta lijkt wat beter te staan nou. Ze staan misschien ook wat verdedigd, ik weet het niet. Maar ze zouden eigenlijk natuurlijk, zoals je wel zou verwachten, wat aanvallend moeten gaan doen. Want ze staan natuurlijk gewoon 3-1 achter. Dat gaat maar net goed. Ik denk misschien dat daar ineens een penalty weggeeft, maar dat valt mee. Misschien dat we nu kunnen gaan counteren hier via Lozano. Want die is nu weg. En ja, lekker, kom, doorrennen. Even kijken, Locadia moet eigenlijk even goed gaan positioneren. Oh, die bal gaat van Ginkel. Oeh, dat was aardige kans, maar... Ah, lekker Easymat, die zit ook weer goed tussen, hoor. Hier gaat Stens, die bal is te kort. Nee. Zo komen we er in ieder geval niet doorheen. Oh, wat zijn ze dan doen bij achterin bij Sparta? Ja, hoppa, 4-1. Als we zo'n kans krijgen, dan... Dan knallen we gewoon erin natuurlijk. Dat is volgens mij alweer doelpuntje 20 van Locadia in de Eredivisie. Hoppakee. Gepruts achterin daar bij Sparta. Daar staan we dus 4-1 voor. Het is echt behoorlijk apart. Dus even kijken. Ja, doelpunt 20 van Locadia. Dat is wel lekker. Die kunnen we denk ik dadelijk voor echt heel veel geld gaan verkopen. Als we geluk hebben. Aan de andere kant moeten we hem eigenlijk proberen te zien te behouden. Maar ja, het is natuurlijk echt een heel dik bot... komt, dan zal hij waarschijnlijk al weggaan. Ah, lekker dit, Barreca. Die heeft een goede voorzet in huis. En die bal die vliegt er bijna in één keer in. We hebben wel nog een corner. En daar zijn we ook gevaarlijk mee natuurlijk. Ja, dit ziet er ook al aardig uit. Maar keepertje houdt hem goed. Lekker gespeeld dit. Dit is wel lekker gespeeld. Die bal gaat op Hendricks. Nee, dat was Goodmanson denk ik. Ja, oeh! Ja, hij zit. Ik denk, het is buitenspel, maar hij zit gewoon. Hoppakee. 5-1. Wat een uitslag zit, jongens. Alles vliegt erin. Nou is het volgens mij wel Goodmanson die hem uiteindelijk afmaakt. Het is Locadia met... Ik dacht echt dat het buitenspel was dit. Hier is Hendricks. Die kopt hem terug. Locadia wordt bijna onderuit getrapt. En ja, oké, hij zit gewoon. Het is 5-1. Ha, lekker dan. We zijn goed bezig. We gaan wel even wisselen. De laatste 20 minuten deze wedstrijd, dat kan makkelijk. We gaan Romero erin zetten. En we gaan Hoogma erin zetten. Dat zijn de twee wissels. Stens had ik eigenlijk misschien moeten wisselen. Die is vrij moe, maar goed. Die moet maar eventjes gewoon doorspelen. Nou, daar gaan we weer. Het ligt ook helemaal open achterin bij Sparta. Dat is echt niet te geloven. Ah, die bal komt net niet aan. Dat was slecht uitgespeeld dit. Maar we hebben de bal nog steeds. We kunnen nog steeds via
via stances doen. Nee. Nou is de snelheid er echt uit. Hier op het einde. Het kan nog steeds. Oh, daar is toch weer de penalty moment hoor. Nou, komen we goed weg. En ja, oh, stance daar geblesseerd ook nog eens. Oké, dat gaat lekker dan. Vormen en stance deze wedstrijd volgens mij geblesseerd. Het zit er wel op. We winnen uiteindelijk met 5-1. Echt een hele simpele overwinning eigenlijk. Sparta was echt bar slecht eigenlijk. Ondanks dat ze toch op een vrij hoge positie staan. Maar goed, de winnaars met 5-1. We hebben een speler die dus geblesseerd is. Het is Vormen. Hij zal 5 dagen niet kunnen spelen. Nou valt dat natuurlijk wel mee, 5 dagen. Maar goed, we zullen met de eerstvolgende wedstrijd niet in ieder geval niet in de basis laten beginnen. We moeten dan spelen tegen Heerenveen. En ik denk zelfs dat ik me gewoon helemaal maar niet ga opstellen. Gewoon om ze genoeg rust te geven. Nou, Feyenoord heeft al hun wedstrijden gewonnen trouwens. En daardoor is het gat dus 7 punten. Dus dat valt op zich wel mee. Het is dan niet heel spannend meer. Maar er zijn nog 11 wedstrijden te gaan. Dat kan natuurlijk nog steeds wel misgaan. Maar moet ik wel zeggen, het is allemaal vrij makkelijk. We hebben 68 doelpunten al gemaakt in 23 wedstrijden. Dat is gewoon bijna een gemiddelde van 3. En we hebben er wel 20 tegen. Dus dat is wel redelijk wat. Er zijn er meer dan Feyenoord in ieder geval. Maar het gaat in ieder geval erg lekker. Dat is een ding wat zeker is. We moeten nu dus thuis tegen Heerenveen. En ja goed, we zullen kijken wat dat gaat worden. We gaan dus in ieder geval spelen zonder Vormen. Volgens mij is Vormen wel weer inmiddels hersteld. Maar zoals ik al zei, we gaan hem dus gewoon wel eruit halen wat rust kunnen. Halen we Vormen dus eruit. En dan zetten wij gewoon eens een keer Ramslaar in de basis. De vorige keer heeft Gudmundsson natuurlijk goed gedaan. Maar moet ook Ramslaar nogal wat kansen geven. En ik denk dat we verder gewoon kunnen gaan beginnen zoals we de vorige wedstrijd begonnen. En dat is dus gewoon met dezelfde opstelling. Goed, we gaan kijken wat het kan worden tegen Heerenveen. Eigen stadion. Het is wel vies weer. Het regent hard. En we spelen dus thuis tegen SC Heerenveen. En ja, eens kijken of het dit ook zo makkelijk afgaat als tegen Sparta. Wat natuurlijk echt met 5-1 een hele makkelijke, een van de makkelijkste overwinningen was dit seizoen, denk ik. Maar we hebben ook wel eens lastige wedstrijden gehad. En ja, ben benieuwd. We gaan het zien. We beginnen in ieder geval goed. Want dit ziet er goed uit. Het is Ramslaar. Ja, lastige hoek natuurlijk. Maar dat was wel een aardige kans. Zo, Zanelli rent echt iedereen eruit hier. Dan komt dan met een waardeloze voorzet. Misschien dat wij er zelf nu uit kunnen. Wordt flink gecounterd tot nu toe. Nee. Nou kijk, Heerenveen zet veel meer druk dan Sparta die vorige wedstrijd. Dat merk je meteen. Dan merk je echt meteen dat het echt wel verschilt per team. Die bal komt nog steeds goed aan. Dat ziet er goed uit dit. Ja, Ramslaar, nu moet je hem toch wel maken. Nee, weer niet. Jezus hé. Nou. Oké. Nou, daarom sta je dus niet altijd in de basis, Ramslaar. Want als je dat wel zou doen, had je deze bal dus wel gemaakt. Dit ziet er wel goed uit. Nee, weer vrij gevaarlijk met de corner, maar oké, we moeten wel gewoon oppassen. Want Heerenveen is redelijk sterk, moet ik zeggen. En dit is een heerlijke sliding van Easymat. Lekker gedaan, jongen. Goed bezig. Kijk hier. Als die bal goed is. Ja, die bal is goed. Lozano is natuurlijk heel snel. Super snel. Hoppakee. En het is 1-0. Wat een heerlijke actie van Lozano. Schiet hem ook makkelijk erin, hè. Wordt ook helemaal niet aangepakt door Heerenveen. Hup, hier naar binnen trekken. En dan is het eigenlijk, dan weten ze eigenlijk wat het zal gezien zijn. Dan moet die bal natuurlijk wel even invliegen. En dat gebeurt ook. Staan we dus 1-0 voor. En het is doelpuntje nummer 12 van Lozano. Dus die is ook wel lekker bezig. En belangrijke, we staan dus 1-0 voor. We zijn goed bezig. Oppassen. Ah, goed gekiept van Lafont. Dat is lekker. We hebben echt een goede keeper natuurlijk. Nou kunnen we zelf misschien weer counteren. Dat is natuurlijk onze specialiteit. En dat is een heerlijke bal van Stens zit op Lozano. Ja, die neemt hem niet goed aan. Nee, laat maar. Het kan nog steeds. Het kan nog steeds. Kijk, die Lozano is zo ontiegelijk snel. Oké, deze paas was echt poep. Ja, beetje jammer dit. De aanval leeft nog steeds. Natuurlijk, de snelheid is eruit. Dit is Hendricks. Hendricks. Nee, dat was een slecht schot. Maar goed, nu is de aanval wel even voorbij. Nou, dan komt Heerenveen nog een keertje misschien voor rust.
En nou, ze krijgt toch nog een corner. Maar hier Venus speelt een aardig wedstrijd. Ja, nou, lijkt in ieder geval dat we met de 1-0 de rust in gaan. Ja, of toch niet, want hier komt Heerenveen nog een keer. Als die bal voor krijgt, dan moeten we oppassen. Maar Arias, nee, toch de bal kwijt. En daar staat maar Wekka op het juiste plek. Het gaat allemaal net goed. We hadden hier, hier komen we goed weg. Het blijft in ieder geval 1-0, we gaan de rust in. Het had zomaar anders kunnen aflopen. Eens even kijken, wat... moeten we iets wisselen? Is er iemand moe? Ja, Stens, die heeft ook wel een beetje zijn... het begint toch zo richting het einde van het seizoen toch wel een beetje op te raken. Ja, een echte andere vleugelaanvallen hebben we eigenlijk gewoon helemaal niet, hè? Nee, daar hebben we eigenlijk helemaal niet zo goed over nagedacht. Wat we kunnen doen is natuurlijk Romero inbrengen. Dan zetten we die op... zetten we die in de spits. En dan gaat Locadia in dit geval gewoon naar de rechtse plek. Of zullen we dan... Nee, dan gaan we Locadia op links zetten en dan Lozano op rechts. Zo gaan we het in ieder geval doen. En Swaap, ja, dan moeten we misschien even oppassen. Misschien dat we die later in de tweede helft gaan wisselen voor Hoogma. Want hij heeft natuurlijk een gele kaart. In ieder geval goed deze tweede helft. Hier een balletje breed leggen. Lozano die meteen schiet. Maar dat scheelt niet zo heel veel volgens mij hoor. Het is zelfs een corner. Oké. Okay. Het is zelfs een corner. Nou, Lozano neemt de corner. Nee, dat was niet zo best. Maar deze bal is voor ons. Volgens mij, ja, we blijven ze onder druk zetten in ieder geval. Oh, deze bal is niet zo heel goed. Maar het valt uiteindelijk allemaal nog wel weer goed. En, oei. Ja, dit is goed. Dit is een goede actie van Barreca die meteen mee opkomt. En een aardige voorzet geeft, maar daar is helaas niemand. Dus ja, dan is eigenlijk die voorzet ook niet zo goed natuurlijk. Maar goed, we gaan eens even nog wat wisselen. Want we gaan maar weer even Hoogmaat erin brengen. En dan, wat kunnen we nog meer doen? Ja, we gaan Rosario gaan we laten spelen. Voor Ramslaar die eigenlijk ja, toch weer een keer een kans kreeg, maar niet echt heel veel heeft laten zien deze wedstrijd. Nou, daar gaan we dan. Wat heb ik met de voorzetje? Ja, ja, Lozano is natuurlijk niet zo heel groot. Oké, dit kan wel eens goed. Dit komt goed. Ah, Van Ginkel, Romero. Oeh, daar waren we dichtbij. In de rebound. Maar de keeper van Heerenveen zit goed op te letten. Het is nog steeds maar 1-0, hè? Dus als we één klein foutje maken, dan kan het zomaar zijn dat we een gelijk spel gaan krijgen. Dus we moeten wel op blijven passen. Er is Lozano. Ja, goed gedaan. Er loopt niemand echt vrij. Nu loopt... Ja, Romero loopt vrij. Heerlijke aanval dit. Dit is echt een heerlijke aanval. En heerlijk ingeschoten van Romero. Maar wat een paas van Hendricks. Je zag hem vertrekken. En dan weet je dat je hem, als je die bal goed geeft, dat het eigenlijk gewoon een goal moet zijn. Let op. Hier komt Hendricks dadelijk. Meteen die bal geven. Hop. Ja, dit is gewoon perfect. Ook meteen, meteen schieten. In het echt kan dit natuurlijk wel, maar zie je dit natuurlijk niet zo vaak, dit soort goals. Maar in deze FIFA werkt dat wel echt wel, wel lekker. Nou, het staat 2-0 dus. Goaltje van Romero. En dat is zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Dus dat is wel nice. Dan moet die bal nu op Lozano. Ja, die is net niet goed. Daar zat de rechtsback van Heerenveen nog heel goed bij. Maar het lijkt erop dat deze wedstrijd toch wel binnen is. We kunnen het bijna toch niet meer weggeven, zou je zeggen. Dit ziet er goed uit. Romero, nah, net niet. Eens kijken hoeveel extra tijd we krijgen deze wedstrijd. Nou, Lozano. Locadia staat vrij. Locadia, Locadia. Nee, oeh, dit was een schot, maar... Dat lijkt wel, het leek wel een, dat het de paas was. Nou, Arias kan nog voorgeven. Op Locadia. Nee, weer niet. Barreca misschien nog. Nee, het lijkt op. Nee, het blijft 2-0. Wat natuurlijk helemaal niet slecht is in eigen huis tegen Heerenveen. Dus dat is gewoon prima. Ik ben wel benieuwd wat Feyenoord gedaan heeft. Of zij natuurlijk ook weer gewonnen hebben. Het antwoord is, dat moeten we dus nog even gaan afwachten. Want het staat niet hierbij. Nou ja, Feyenoord heeft dus de wedstrijd gewonnen. Het gat is dus nog steeds 7 punten. En wat nog maar mooier is, is dat wij de eerste volgende keer in de volgende video dus tegen Feyenoord moeten gaan spelen. En als we die wedstrijd winnen, dan wordt het gat 10 punten. Verliezen we hem,
Ja, dan zijn het er nog maar vier. Dus het wordt een hele, hele belangrijke wedstrijd. En zoals je ziet bij de topscorerslijst staan Boetjes, Jurgensen en Berghuis er goed bij. Bij ons staan Locaia en Lozano natuurlijk goed bij. Maar het zal een, ja, dat gaat een topwedstrijd worden. Het gaat gewoon een klapper worden. Dit was in ieder geval de wedstrijd of de video van deze keer. Ik heb twee wedstrijden gespeeld voor jullie. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Laat me weten in de reacties wat je, of jullie natuurlijk meer FIFA willen zien. Ik neem aan van wel, want er was in ieder geval heel veel vraag naar telkens. Ja, bedankt voor het kijken zou ik zeggen. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Ik zou zeggen tot de volgende video. Adios en tot ziens.